Na de domper tegen Jong PSV heeft NEC de kans om zich snel weer te herstellen. Uit tegen Helmond Sport. Een bijzondere wedstrijd voor trainer Ruud Brood. Want hij begon daar ooit zijn carrière. Het is altijd leuk om daar te komen. Goede tijd beleefd. Wat je zegt, mijn eerste club waar je kan ontwikkelen als hoofdtrainer. Helaas net niet gepromoveerd, maar het is een fijne club. Ik vind het leuk om erheen te gaan, ik vind het nog leuker om te winnen. En NEC is dus uit op eerherstel. Ik denk dat Jong PSV in dit geval de eerste echte test was met een bepaalde sfeer. Ze hadden leerschool gebleken en we moeten ons daar mentaal weerbaar in zijn. Ondertussen nadert het einde van de transferwindow. En de vraag is of deze Alireza Jahanbakhsh na 1 september nog voor NEC uit zal komen. De kwaliteit van Ali die staat buiten kijf en het zou voor ons goed zijn als hij erbij blijft. Er is in ieder geval al een nieuwe aanvaller op komst. Anthony Limbombe van Racing Genk gaat NEC versterken. De opstelling tegen Helmond Sport is nog niet officieel bekend. Het wordt kiezen tussen 2 spelers, Mohamed Mert of Jeffrey Leiwa Kabessi staat in de basis als vervanger van de geblesseerde Breinburg. Ruud Brood heeft Helmond Sport als tegenstander wel hoog zitten. Helmond Sport vind ik aanvallender, beter voetballen, fysieker en behoorlijk wat diepgang en snelheid. Dus dan kan je op voorbereiden op zo'n wedstrijd. Ik denk dat we de eerste 3 wedstrijden ook laten zien hebben waar we toe in staat zijn. Heel mooi voetbal kunnen laten zien met een bepaalde strijdlust erbij. Nou, dat is wat iedereen wil zien en wat wij ook graag willen laten zien aan iedereen. Neem niet weg dat afgelopen dinsdag partij onder de maat was. En vrijdag, of in ieder geval morgen, is voor ons een mooie kans om dat recht te zetten.